Drosse Klas, 1-1 tegen Jong FC Utrecht. Dat is denk ik niet het resultaat wat je had gewild. Nee, zeker niet. We staan 1-0 voor tot de laatste minuten. En dan is het jammer dat we het zo vergooien. Ja, het hele duel leek er eigenlijk niks aan de hand. Niet heel veel kansen aan beide kanten, maar dan gaat het dan toch nog fout. Hoe kan dat gebeuren? Ik denk de concentratie, nonchalance in de tweede helft. En uiteindelijk zie je wat er gebeurt. Het is een doelpunt tegen en het is nooit leuk. Vooral niet in de laatste minuten. Hoe ga je zorgen dat die nonchalance, wat je zegt, dat het eruit gaat voor de play-offs? Ja, natuurlijk. Dat moet sowieso eruit. Het zijn belangrijke wedstrijden. Dat zijn week voor week. Als je die wint, moet je weer winnen en zo gaat het maar verder. Dus de focus moet er sowieso zijn. En dan uiteindelijk goed afsluiten. Ik kreeg nog een flashback naar de wedstrijd van Volendam thuis, toen ook 1-0 voor stond en in de laatste minuut tegenkreeg. Ja, ook nog tegen Telstar, als het goed is, in Helmond. Ik had gehoopt dat wij nog de laatste seconde ook weer de 2-1 zouden maken, maar dat mocht helaas niet zo zijn vandaag. Je maakt wel een hele mooie goal. Is dat dan nog wel wat waard voor je op zo'n dag als vandaag? Het is natuurlijk altijd lekker om te scoren, maar als je aan het einde van de rit met 1 punt of geen punt, in dit geval 1 punt overblijft, dan heb je er niet echt veel aan gehad. Volgende week dan maar de laatste competitiewedstrijd die je thuis speelt even winnend afsluiten. Ja, zeker. Laatste competitiewedstrijd van het seizoen in de competitie. We volgen natuurlijk, daarna volgt er nog eentje in de play-offs, maar we moeten voor de fans, voor iedereen in Den Haag laten zien wat we waard zijn.